Yo beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video en vandaag zien jullie agra.io. En vandaag ga ik jullie laten zien dat ik mijn eigen skin voortaan heb. En ik ga wat andere dingen laten zien. Even kijken, zullen we met muziek aan? Ja, weet je, ik ga het er gewoon op gokken. Even kijken, ik weet niet wat voor muziek het is. We gaan gewoon spelen als gast. En dan gaan we... Het is heel zacht op de achtergrond aan. Best wel chille muziek voor zo'n spelletje. Gewoon zo'n hele rustige beat muziek of zo is het. We gaan nog een potje spelen. Here we go. En jullie vragen jullie natuurlijk af van hoe kunnen wij ook die skin krijgen? Dan moet je heel eventjes een bepaalde plug in installeren. En dan is het eigenlijk, ja, meer hoef je niet te doen. Het is gewoon een soort van mod. En daardoor kun je heel veel andere dingen. En er zijn ook heel veel YouTuber skins. Er zijn heel veel leuke skins. Je kunt je eigen skin creëren. Je kunt van alles en nog wat ermee doen. Je hebt veel meer statistieken. Zoals rechtsonder staat bijvoorbeeld mijn record, mijn beste scores en zo. En noem het maar allemaal op. Dus ik vind het heel leuk. Ja, en het is al wat ik zeg. Je hebt ook natuurlijk muziek erbij. Je kunt heel veel effecten instellen. Je kan het hele spel onderaan vandaan instellen. Eens even kijken. Nou, kijk wel weer een ander muziekje. Hij blijft skippen van muziekjes. En voor hem moet ik heel even opletten. Die kon we heel makkelijk grijpen. Vandaar dat ik heel even mijn bol ging splitten. Oh damn, en die heeft ons. Ik ga bijvoorbeeld heel even wat anders instellen. We gaan op dit moment in een donker thema. En we gaan bijvoorbeeld de asset of zo zetten we aan. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. En we gaan onze gast spelen. Holy crap. Dit is heel sierlijk. Lijken wel allemaal wormpjes nu. Mayday, mayday. Dit, hier word je duizelig van. Dit is niet gezond om te spelen. Oh nee, dit... Wat zijn wij aan het doen? Oh, daar is de achterkant. Oh. Oh, damn. Dit is heel vreemd. Dit is heel apart. Dit is niet leuk. Het lijkt wel net. Er zit ook. Het lijkt wel bijna net alsof de diepte of zo in zit. Ik weet het allemaal niet, maar. Wow. Ik weet gewoon niet meer wat ik wel en niet kan grijpen. Dit maakt het ook meteen een stukje moeilijker. En volgens mij alles wat die slier te doen, dat zie je ook op het beeld. Dat blijft op de achtergrond plakken ofzo. Kijk, zo kun je een beetje tekenen joh. Je kunt je eigen ding maken zo. Oh, dat is wel leuk, maar... Het enige wat minder leuk is, is dat het best wel pittig is. Ja, dat is wat ik ook al zeg, een beetje duizelig zelfs van. Maar het gaat goed. De nieuwe trend van agra.io lijkt dit wel zo. Ook als je die andere dingen hier zo ziet. Wauw. Het lijkt wel een hele andere nieuwe versie van agra.io. Dat is ook wel leuk dus van deze... Ja, ik weet nog steeds niet, je moet het... Volgens mij is het gewoon een mod. En die kun je gewoon heel makkelijk aan jouw... internet koppelen. En dan ja, ben je eigenlijk gewoon... dan kun je veel meer dingen doen dus. In plaats van alleen agra.io... heb je dan een heel speciaal menu. En noem het maar allemaal op. En dat zullen jullie ook vast en zeker nu wel al hebben gezien.
Ik word hier wel onderhand een klein beetje gek van. Weet je, ik ga hier deze gast ga ik feeden. Hier, alsjeblieft, cadeautje. En hier mag je me gratis erbij hebben. Nou, we gaan nog een keer even iets anders proberen te testen. We gaan... Je kunt zelfs een achtergrond doen. Wat is dit dan? Oh lol, dan krijg je die allemaal kleuren of zo. Geen kleuren. Nou, eens even kijken wat we nu gaan doen. Play als gast. Oh lol, we zitten in het zwart-wit te spelen nu. Wauw, ik word al opgesloten. Yay. Dan nog één keer proberen. Ik wil wel iets meer van de zwart-wit natuurlijk zien. Oh, dit is wel eigenlijk funny. En de plaatjes, die zie je wel. Dat is wel mooi eigenlijk. Kun je ook wel een klein beetje zien wie wel en niet deze modpack gebruikt. Want je kunt natuurlijk ook gewoon op andere servers komen die geen modpack gebruiken. En het is ook helemaal niks van cheaten, boosten, whatever dan ook. Het is gewoon, ja, wat ik zeg, het is gewoon een klein systeempje waardoor je net wat meer dingetjes kunt. Er staat ook linksboven een klein beetje beeld. En ik ben ook wel heel erg benieuwd wat jullie vinden van deze modpack. Dus die ik nu op dit moment gebruik. En we gaan nog heel eventjes proberen een beetje groter te worden. En natuurlijk als je deze modpack hebt geïnstalleerd. Kun je ook deze afbeelding gebruiken door sterretje Gold Eagle in te vullen. Nou, dit gaat goed zo. Zullen we hem gaan grijpen? Ja, dat doen we gewoon. Oh. Oh nee, die ging net mis. Dat was niet de bedoeling. Nou weet je, ik ga iemand... matsen. Kijk. Alsjeblieft. Zo. Want dit was eigenlijk wat ik jullie een beetje wou laten zien vandaag. Jullie zien hier ook van allerlei hele uitgebreide statistieken. En noem het maar allemaal op. Ik weet niet wat er allemaal staat. Maar meer dan genoeg leuke informatie voor als jij je dingen wilt zien en zo. En zodoende dus is dit een beetje, ja, wat ik al heb gezegd, dit is zo'n plugin slash mod of zo wat je kunt installeren. Ik vind het heel handig, ik vind het ook heel leuk. En je kunt dan ja, hier links heel veel instellen zoals jullie kunnen zien. Ik zou zeggen, probeer het vooral één keer uit. En dan, ik zet een linkje voor jullie in de beschrijving. Wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video en dan hoop ik echt tot de volgende keer.